Hallo, ik ben Patty Schuif van Schuif en Campers Makelaardij. Vandaag staan we in het Prins Hendrik kwartier en ik ga jullie een prachtige villa gebouwd in 1903 laten zien. We staan er hier recht voor. De oprit biedt ruim plaats aan rond de 5 auto's. We zijn hier in de vestibule en we lopen door naar binnen via de fantastische hal die ik laat zien. De hal is echt het hart van het huis hier. Hier zie je alle deuren naar de verschillende ruimtes en wat het huis ook meteen zo bijzonder maakt. De vele diverse kamers die er zijn gecreëerd. We beginnen aan de voorzijde. Ja, deze kamer zou ik de salon willen noemen. Een fijne kamer waar je met de familie kan zitten. En wie zou hier in 1903 of 4 voor het raam hebben gestaan en hebben gekeken naar de andere mooie huizen die hier zijn gebouwd? We zijn hier in de kamer en suite terechtgekomen, waar aan de achterzijde de keuken is gemaakt en hiervoor een enorme eetkamer. Wat leuk is om te vertellen is dat het in 2009 geheel gerenoveerd is. Alles is vernieuwd. Het dak is vernieuwd, er zitten zonnepanelen op het dak. Alles is voorzien van HR++ glas. Het is voorzien van veel luxe. Kortom, een huis om zo in te trekken. En hoe fantastisch deze hoge oude deuren die ze erin hebben geplaatst. De keuken, mooie ruimte, mooi centraal met een kookeiland, een koeker. Fantastisch wolffornuis met 2 grote ovens, veel gaspitten, vaatwasser, stoomover, bordenwarmer. Openslaande deuren naar de tuin. En hoe fijn, hier een heerlijke tv-kamer om veel kinderen of lekker met z'n tweeën te gaan zitten kijken naar tv. Grote loungebank. Een doorgang met de mooie ensuite deuren naar de uitbouw die zij ook hebben laten maken in 2009. Waardoor je hier een enorm atelier, werkruimte, sportruimte, zeg het maar, hebt gekregen. Met 2 keer openslaande deuren. Verder is er nog een deur naar de bijkeuken. Een heerlijke, warme en royale werkkamer. Wat wil je nog meer? Openslaande deuren naar het terras. Heel veel boekenwanden hieromheen. Echt een droom. En zo zijn we in de master bedroom. De eerste verdieping is voor een groot deel heringedeeld. En daardoor hebben ze deze kamer ook heel mooi kunnen maken. Daar heb je een walk-in closet gedeelte. En hier heb je een doorloop naar een prachtige luxe badkamer. Met een apart toilet hier. Heel leuk om het van buiten ook te laten zien. Het is echt een prachtig huis. Het hele huis laten zien in zo'n korte tijd lukt niet. Er zit nog een grote tweede verdieping op. Je hebt in totaal 8 slaapkamers, noem het slaapkamers, en 3 badkamers. Buiten in de tuin is ook nog een guesthouse, eventueel voor een au pair met een eigen badkamer, eigen toilet en een grote garage met een vliering. Ik kan niet wachten om het huis te laten zien. Belt u ons voor een afspraak en dan leid ik u rond. Tot snel!